Hoi hoi, welkom in een tweede video hier uit Bellewaerdepark. En ik sta hier in het restaurant, de King's Table, het nieuwe restaurant van Bellewaerde. Alhoewel nieuw, het is eigenlijk de carousel die bijna volledig heropgebouwd is. De keuken hiernaast is blijven staan, maar de rest is na sluiting allemaal tegen de vlakte gegaan. En ongelooflijk wat men eigenlijk op deze korte termijn gedaan heeft. Hè. Dus het restaurant is eigenlijk onderverdeeld in verschillende compartimenten die dus ook eigenlijk kunnen afgesloten worden. En we zijn nu ongeveer 16:30, dus het park gaat binnen 1,5 uur sluiten. Redelijk druk moet ik zeggen voor een openingsweekend. Maar de nieuwigheden gaan daar natuurlijk ook wel iets aan gebracht hebben. Dus we zien heel veel decoratie aangebracht. Een mix van nieuwe kratjes, nieuwe vaten, maar ook heel wat authentieke elementen. Wat dan maakt dat het toch wel een bijzonder sfeervol restaurant geworden is. En ik denk dat ik gewoon eens moet zwijgen. Hè. Dus jullie horen het, hè, de muziek op de achtergrond. Heel goede kwaliteit trouwens ook van de boxen. En ik krijg hier persoonlijk, ik ben niet alleen trouwens, ik krijg hier echt wel een Parc Astérix gevoel. Zowel qua teaming als qua muziek. Ja, van dezelfde groep. En ik denk, dat is alleen maar een serieus compliment, hè. Dus hier zien we ook, het zijn echt oude vaten. Wat dat maakt dat het toch wel tot de beleving een heel stuk bijdraagt. Hè. Niet alleen fake kistjes en zo. Nee, het zijn echt wel heel veel gebruikte zaken. Die een beetje vuil uitzien vaak, maar dat maakt. Dus dit is de eerste ruimte. En dan gaan we hier naar de volgende ruimte. Ook hier weer heel fijn gebruik gemaakt van decoratie. Nu, het is nog niet af. Hè. Het is echt wel tof zitten, kijk. Het is nog niet af. Hè. We zien hier bijvoorbeeld, hier gaan echt luifels komen, daakjes komen. Dus het is duidelijk dat er nog best wel wat thematisaties al aangebracht worden in het restaurant. Maar het is absurd. Welke periode dat het park eigenlijk hier een volledig nieuw gebouw heeft neergezet en ook afgewerkt heeft. En het is echt kwaliteit hoor. Als je kijkt naar de tafels, als je kijkt naar de stoelen, je hoort het al, het is een zeer stevig materiaal. Het is echt wel een goede kwaliteit en ook buiten wordt er echt gebruik gemaakt van allemaal tekstoelen. Dus ook hier weer gaan overal luifels komen. En vermoedelijk nog best wel wat thematisering. Maar ik denk dat kwaliteit echt kies voor deze uitbreiding. Het straalt gewoon degelijkheid uit. En nogmaals, als je naar de muziek luistert, is het toch heerlijk om hier te zitten. Het zijn gewoon, de gerechten zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Maar je hebt ook altijd een aantal suggesties. Hè. Vandaag heb je bijvoorbeeld dacht een burger met salm. Ja, je hebt stoofvlees, wat dan normaal hier ook niet wordt aangeboden. Dus er zijn ook altijd een aantal suggesties die het park aanbiedt. En vermoedelijk in functie van populariteit dat het park ook gaat bijsturen. Maar het is prijskwaliteit gewoon zeer goed eten. Dus dit zijn de eerste twee ruimtes. Hier komen we dan eigenlijk in de hoofdhal. Dus ook hier zie je weer dat er allerlei decoratie-elementen gaan aangebracht worden. En dan hier eigenlijk in het banketgebeuren gaan er ook nog een aantal vlaggen komen, een aantal vaandels komen. Dus het is nog niet volledig klaar. Dus hier komen we dan in het restaurantgedeelte zelf. En ook hier weer wordt er gebruik gemaakt van een aantal heel leuke elementen. Het is een restaurant dat ook enorme capaciteit kan draaien. Hè. Want we zien met een dubbel gedeelte zoals voorheen. Kunnen ongeveer 800 mensen zitten. Wat dat maakt dus dat dit restaurant echt wel een forse capaciteit aan kan. Dus hier zien we Koning Leeuw die bewijst dat er toch degelijke porties worden aangeboden. Want het ziet er toch wel best fors uit. Maar hier zien we al op bepaalde manieren dat er nog extra decoratie gaat aangebracht worden. Hier zien we het ook heel duidelijk
dat er toch nog de finishing touch zal aangebracht worden. Dit oogt nu ook allemaal nog wel iets hoog. Maar met de nodige vlaggen gaat dit er al heel wat anders uitzien. En dan hier komen we eigenlijk bij een zijingang. Waar dat we een aantal klokken zien. Dus ook hier zou het echt wel tof zijn, moest er wat beweging zijn. Hè, dat er een aantal klokken kunnen werken. En persoonlijk favorietje denk ik hier zijn de tonnen. Hè. Dus hoe sfeervol is dit? We hebben het ook gezien vandaag dat de tonnen altijd in gebruik waren genomen. Nu op dit moment niet, het is iets rustiger. Maar het is duidelijk een zeer populaire plaats. Dus ook daar zien we nog twee tonnen. Ik ga de mensen niet in beeld brengen, maar en ook langs de buitenkant wordt er heel wat afgethematiseerd. Dus ik denk persoonlijk nog een aantal tonnetjes extra. Dat niet verkeerd zou zijn, want je merkt echt wel dat mensen daar naartoe getrokken worden. Dus zo hebben we eigenlijk in een notendop het restaurant even gefilmd. Van hier naar buiten. Ik ga jullie de zijkant ook laten zien. En dan gaan we ook nog eens naar de savanne, want ook nog een nieuwigheid. Het houdt niet op, dus naast het restaurant dus heel wat teaming. En ook hier weer een mix van oud en nieuw. Dit is dan ook weer zo iets leuk. Ja, die kar die gemaakt is. Ook nog niet volledig afgewerkt. Dus op de concept zagen we het. Hè, dat er overal luifels gingen komen. Zowel binnenin als van buiten. Ook daar weer. Die klok zou toch ook wel fijn zijn. Moest die effectief werken. Dus ik ga jullie even rond het restaurant loodsen. En dan gaan we nog even naar de savanne. Hè. Om dan deze tweede video ook te beëindigen. Dus ook hier. Mits nog wat aanbrengen. Want hier zien we al een eerste doek. En zo zal het de bedoeling zijn om eigenlijk heel dit geheel extra kleur en touch te geven. Maar deze muziek vind ik dan weer wegtrekken uit de beleving. En dan merken we ook als we hier binnenkwamen in het park dat er gewoon wat popmuziek op stond. Vind ik dan weer net wat minder. Maar kijk, dit is toch een niveau dat we niet gewoon zijn van Bellewaerdepark de afgelopen jaren. Een investering van 5,5 miljoen. Dus bijna het dubbele. Bobby Alland aan het investeren is in zijn Terra Magma, dus geeft toch ook iets aan. Dus hier is het eigenlijk nog redelijk kaal. Dus het is ook wel duidelijk dat het park gekozen heeft om eerst de voorzijde zo goed mogelijk af te werken. En de komende weken zal men ongetwijfeld hier verder werken. En dan hier zeker, dan zien we dat het gewoon een houtstructuur is. Een redelijk kale bedoeling. Dus Horecapunt was hier daarnet ook open. Voilà. En dan lopen we eigenlijk richting de savanne. Savanne die er eigenlijk al was, maar die volledig heraangepakt werd. Om dus ook een beter zicht te krijgen op de dieren. Een betere beleving te geven. En we zien daar in de verte al een van de drie giraffen opduiken. Dus deze muziek. Sorry Bellewaerde, maar daar mag nog iets aan veranderd worden om maar ook hier weer leuk, hè? Die watervalletjes. Het stuk hiervoor is niet veranderd, dus kennen we nog van afgelopen jaren.
Voilà, en dan gaan we ook nog eens de nieuwe brug trotseren, die dus ook een beter beeld geeft op de savanne. Dus ja, hier was vroeger het olifantenverblijf. De laatste olifant is denk ik, ja, was vorig jaar of 2 jaar geleden vertrokken. Om dan nu definitief plaats te maken voor giraffen en zebra's. Nieuw soort zebra. Niet nieuw gemaakt, hè, maar het is blijkbaar een soort die met uitsterven bedreigd is. We zien er ook in de verte een ooievaar. Het wemelt hier van de ooievaars. Hiernaast hebben er straks een 15-tal geteld. Dus ook hier een paal voor de ooievaars. En we zien er hier echt een afkomen. Dus als het goed weer gaat zijn, gaat het hier ook wel tof zijn. Die weerspiegeling, het groen, de dieren. Dus ik ga de brug opgaan. En dan komen we dadelijk nog even hier terug om dan de andere kant van het restaurant te tonen. Dus ook hier is het echt tof dat overal de boord aangekleed is. Dus het ziet er overal echt wel oerdegelijk uit. Zeer degelijke materialen. Goede afwerking. Wat al klaar is natuurlijk. Dus hier krijg je dan eigenlijk de keuze, hè, om ofwel de trap naar boven te nemen en zo de brug te nemen. Ofwel naast het pad dat we eigenlijk vanuit het verleden al kennen, te lopen. We gaan even naar boven. De hut stond hier vroeger ook al. En dan zien we de zebra's hier voor ons opduiken. Een van de 3 giraffen. Je merkt dat de giraffen nog wel een aanpassingsperiode nodig hebben. Uiteindelijk is het voor hen ook nog maar net geopend. Dus dat is net zoals voor de mensen. Een nieuw huis. Ik moet in het begin even wennen, maar ze krijgen hier echt wel een zeer mooi terrein. Voilà, daar gaat de volgende al lonken. En ook daar is een elektriciteitskast. Die ze eigenlijk wel best proper hebben weggewerkt. En ja, met het nodige groen de komende weken, maanden en jaren zal opschieten. Gaat het er hier ongetwijfeld ook nog een stuk beter uitzien. Maar men heeft toch getracht om maximaal de gebouwen in de achtergrond weg te werken. Voilà, we gaan eens even over de nieuwe brug lopen. En ook hier gaan nog wel wat details aangebracht worden. Hè. We zagen op de concepts dat er overal ook van die vaandels in de fotoshoot. En even wachten. Ja, dat er overal ook van die vaandels gingen komen. Dus ik zeg het, het loont de moeite om de komende weken opnieuw naar Bellewaerde te komen voor terug al het nieuws te kunnen ontdekken. In de verte zien we ook een kraan. Hè. Western gebied is volledig afgebroken. En er wordt al haastig gewerkt aan de fundering van de nieuwe Intamin Spinning Ride. Dus we zien daar eigenlijk echt wel al heel duidelijk een stuk vaargeul ontstaan. En we zien daar ook echt wel al diepe putten voor de liften. Dus ook daar. Dus ja, goed gezien eigenlijk. Hè. Men heeft alles wat afgemaakt. De bedoeling dus om de dieren op ooghoogte te kunnen zien, van redelijk dichtbij, maar niet de bedoeling om de dieren zoals denk bijvoorbeeld in Paradisa echt eten te kunnen geven. Deze 2 kanjers zijn ook terug. Morgen was trouwens ook een serieuze interactie hier tussen de 2 zebra's, dus we waren al uitgebreid aan het genieten van toch wel best groot verblijf. We komen eigenlijk
Voilà. Voor hun is het ook goed geweest. Komen we eigenlijk in de stal van zowel de zebra's als de giraffen. Vroeger stond het gebouw daar. Het is volledig afgebroken ook de afgelopen maanden. En dan hier is een volledig nieuw, groter gebouw opgebouwd met de normen van vandaag. Wat wel best bizar is, je kunt het misschien niet zo super goed zien op dit iets wat donkere beeld, maar de kleuren zijn anders. Dus het linker gedeelte heeft een andere kleur als het rechter gedeelte. En ja, persoonlijk stoort het mij wel een beetje. Het was wel leuk geweest moest het in één dezelfde kleur zijn, maar nu is het echt zo de lijn getrokken. Geen idee waarom. Was het materiaal op? Geen idee, maar wel best bizar dat men daar kiest voor twee kleuren. En dan hier heb je de mogelijkheid, zoals je ziet, om vanuit een glasraam ook weer, als de dieren binnen zitten, naar binnen te kijken. Dus dat is echt wel de key van Bellewaerde nu. Je ziet ze hier heel goed staan. Beeld misschien niet, maar ze staan hier recht voor. Dus je hebt echt een heel goede inkijk op de verblijven, ook aan de binnenzijde. En dan hier is vermoedelijk een klein stuk wanneer een dier bijvoorbeeld in quarantaine moet afgezonderd zijn of voor trainingen. Is het ook ideaal om hier afzonderlijk met een van de dieren te werken. Voilà, dus dit is de volledig vernieuwde savanne. Eens kijken of we nog ondertussen een beeld van binnenin kunnen schieten. Hey, dat is een babygiraf! Babygiraf! Hey, mama, papa en baby. Dit is een babygiraf! Voilà. Dus dit is de vernieuwde savanne. Het ziet er allemaal weer zeer fris uit. En je merkt wel de gedeeltes die nieuw zijn. Wel afsteken van opzichte van al de oudere zones. Maar het is duidelijk, Bellewaerde heeft aangekondigd, of CDA, de investeringsgroep achter Bellewaerde heeft aangekondigd dat men 100 miljoen gaat investeren in het park. 100 miljoen. Net zoals de aankondiging van Walibi Belgium. Dus het beloven hier echt zeer prachtige jaren te worden. En dan zeker volgend jaar wordt er gesproken over 3 rides. Enerzijds hebben we natuurlijk al de aangekondigde spinning rapid ride. Tweede attractie zal wellicht een mini logflume zijn, die we ook al op de concept zagen staan. En dan de derde attractie is nog even afwachten. Ook hier weer overal al beplanting. Dus het park heeft echt zo hard gewerkt. Een paar weken geleden was er voor fans en pers een rondleiding op de verschillende werven. En als je 3 weken geleden met nu vergelijkt, is het ontzettend hard gegaan. Dus men heeft er in alle hoekjes van het park stevig doorgewerkt om het park vandaag de dag op deze manier te presenteren. Dus ja, dikke pluim. En ja, voilà, vandaar ook mijn eerste keer dat ik hier een abonnement neem. Vroeger hadden we nog een golden pass van Walibi gecombineerd met Bellewaerde. Maar die bestaat helaas al heel wat jaren niet meer. Dus vandaar de keuze gemaakt om steeds voor een Walibi abonnement te gaan. Maar het is toch fantastische projecten die nu opgebouwd zijn en die er de komende jaren wellicht nog gaan volgen. Dus voilà. En dan sluiten we hier eigenlijk af waar we de vlog begonnen zijn, aan de King's Table. Dus ook hier weer zien we dat er een stuk nog moet gethematiseerd worden. En normaal staat hier ook een kraampje. Mogelijk gaat er hier een grotere barbecue komen, ik weet het niet. Voilà, dus hier is dan het hoofd van het restaurant. Dus ook weer met allerlei tierlantijntjes die hier opgezet zijn. En dan gaan we hier bij het kasteel een laatste halt houden. Dus ook hier weer, heel tof. Alles is ook
goed vastgemaakt om het nodige vandalisme tegen te gaan. En dan hier, ja, mogelijk de geruchten zijn dat er op termijn ook een nieuwe inkomen zou komen. Dus zou wel tof zijn hier binnenkomen op het nieuwe restaurant. En dan het toch wel knappe bloemenkasteel van Bellewaerdepark. Voilà, dan gaan we hier deze video afronden. Bedankt ook om naar deze video te kijken. Wij komen de komende tijd zeker nog terug naar Bellewaerde om vooruitgang te filmen. En om ook te kijken naar de bouw van de nieuwe attracties voor volgend jaar. Dus vond je deze video leuk? Abonneer op ons YouTube kanaal, duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag in een volgende video terug. Ciao!